Ja, goedendag allemaal. Het is weer tijd voor even een korte kosmische snack, zoals ik ze noem. Mijn naam is Eva van Zeeland. Mijn platform heet Miss Natural Lifestyle, gericht op natuurlijk leven, biologisch eten en vooral bewustwording. Daarnaast ben ik ook uh, de oprichter van 5 ddatingcom En ik kwam dit. Uh, uh, dit tegen. Ik heb dit zelf gemaakt trouwens, wat je hier naast, uh, naast me ziet. Dit plaatje. Uh, maar ik zag de video uh, van Elizabeth April. Mocht je haar nog niet volgen, ga dat zeker even doen. Ze zit ook op YouTube. Ik volg haar al uh, ja, anderhalf jaar nu, denk ik. En zij uh, kwam uh, met deze quotes en die wil ik graag even met je delen. Zeker omdat ik zelf ook uh, afgelopen maandag... Dat als ik eergisteren erachter ben gekomen dat een dierbare van mij zich toch heeft laten vaccineren. En uh, ja, dat is iets waar ik dus bewust niet voor kies. Um, maar ja, ik was er natuurlijk natuurlijk heel erg van slag van, omdat dat uh, allemaal vanuit angst is gebeurd. Um, en vooral ook in doktrinatie, met de nadruk op dokters, cardiologen, longartsen, dat soort uh, geweldige mensen die vanuit angst, um, ja, de mensen dus uh, ja, eigenlijk in feite dwingen om uh, he, he, te, het prikje te gaan nemen. Um, ik was heel boos en verdrietig en teleurgesteld. Um, en ja, ik, ik ben sowieso heel boos ook dat ze nu uh, de kinderen willen gaan vaccineren. In januari 2020 kwam ik met heel die blendercampagne voor een 22 weken vaccinatie bij zwangere vrouwen. Uh, dat staat eigenlijk helemaal nog ja, niet in verhouding met wat er nu aan de hand is. Uh, maar ik merk dat ik daar niet meer uh, tegen ga vechten en niet tegen ga strijden. Uh, terwijl er nog wel woede in zit in mij. Maar ik kies daar bewust dus niet voor. En uh, dat heeft dus ook te maken met ja, welke vibratie wil je vasthouden? Welke tijdlijn wil je voeden? Dus deze video wil ik vooral maken ook voor uh, alle mensen die nog uh, zichzelf strijders noemen. die aan het strijden zijn, aan het vechten zijn. Uh, ik ga ook nog naar de wereldwijde demonstratie voor onze vrijheid. Maar ik probeer dat dan. Hè, Daarheen te gaan om de vibratie collectief te verhogen. Dus hè, wat doen we met het collectief bewustzijn? Hè? Voeden we dat met angst of voeden we dat met liefde? En dat is iets wat steeds meer mensen ook uh, doorkrijgen, ja, hoe dat spel werkt. Dus ja, hier naast me zie je dus ook het plaatje: van 3D to 5D, de vibration, daar, daar gaat het allemaal om. Uh, dus uh, de 3D-mensen, die, ja, die zijn gewoon bang dat het virus hen uh, zal doden. En uh, daarom zullen zij zich ook allemaal uh, laten vaccineren. En de 4D-mensen, de mensen die zelf onderzoek doen, die down the rabbit hole zijn gegaan, die uh, uit die hypnose zijn gekomen en doorzien, hé, hey, er is veel meer aan de hand, uh, je kent het hele verhaal, die zijn dus nu juist bang om dood te gaan aan het vaccin en daarom nemen ze het niet. En dan heb je natuurlijk nog uh, de kant waar je hè, beseft: van hé, hey, we zijn alle één, er is geen polariteit. Hè, dat hele verdeel en heers, dat is niet de bedoeling zoals we dat uh, mogen gaan ervaren. En dood is sowieso een illusie. Het is een illusie. We, uh, ja, als je niet uh, meer leeft omdat je bang bent om dood te gaan. Dan, ja, wat, wat doe je hier dan? Dus uh, zij houden geen uh, angst vast, hè, de mensen die in 5D zitten. En ja, daar wil ik zitten. En natuurlijk ga ik ook wel eens uh, in die andere kwadranten uh, mezelf begeven. Um, wat heel menselijk is, want we zijn nu eenmaal mensen. Uh, we zijn uh, kosmische wezens met een aardservaring. Daarom heb ik daar ook een alien uh, neergezet, omdat dat natuurlijk uh, ook uh, naar buiten mag komen. En. Uh, maar ja, ik, ik wil je even. Die, ik vond dit gewoon een hele mooie uitleg. Ik heb het zelf dan in dit plaatje gevangen. De uitleg van Elizabeth April over... Um, we hebben allemaal een keuze. Dus, uh, en, ja, zij had heel veel kritiek gehad op haar video, omdat heel veel mensen dachten van oh, ze is nu uh, naar de overkant gegaan, ze hoort nu bij de foute mensen, omdat ze zegt dat ze een vaccin zou kunnen overschrijven. Maar dat is in feite zo. Ik bedoel, dat zegt Joe Dispenza ook, uh, Dr. Joe Dispenza, over de, de mind over the body. Dus je kunt letterlijk alles overschrijven. Maar kijk ook naar uh, Wim Hof, met zijn Wim Hof methode. Die een bacterie heeft laten inspuiten en hè, dat ook met zijn uh, energie kan overschrijven. Dus wij zijn die krachtige wezens in staat tot heel veel, maar niet vanuit angst, alleen maar vanuit die hoge vibratie van liefde. Dus ben je daar bewust van? Dus welke keuze er ook gemaakt wordt. Uh, en ja, het is heel spijtig om te zien dat heel veel mensen die keuzes vanuit angst maken, of ze nu uh, bang zijn voor het virus, voor het vaccin of uh, ja, wat dan ook. Probeer inderdaad um, in het midden te blijven, niet in die angst. En um, ja te doorzien wat het spel is. Hè. Dus uh, voeden we de tijdlijn en uh, het collectief. Hè, met die angst, al is het maar de angst voor het vaccin of de angst voor het virus. Het, het is allebei angst. Dus ben daar bewust van dat je, wat je aan het doen bent. En ik weet ook dat dat niet makkelijk is. Ik zit er zelf ook midden in. Maar uh, dat is wel uh, de taak. En uh, wat ik ook wel een eye-opener vond, wat ze zei in, de, in haar video, Elizabeth April, is dat ze zei, de, het vaccin is de ultieme test. Ja, de test van, ja, hoe ga je hiermee om? Um, ja, en dan gaan er ook natuurlijk geluiden al, hè, misschien zijn er al placebo-vaccins, zijn ze al onklaargemaakt door, uh, net zoals de nucleaire wapens uh, destijds. Maar we weten het niet. Het enige wat wij weten is eh, dat we zelf een keuze hebben en dat we elke dag kunnen beslissen: Oké, okay, ga ik mee in die angst of ga ik mee vanuit vertrouwen en liefde? Dat is de enige keuze die je elke dag kunt maken als je opstaat. Dus um, ja, en dan wil je meer mensen vinden die uh, daar uh, ook uh, mee bezig zijn, hè, die uh, ook uh, dat zien hè, wat jij ziet. Dan uh, heb ik daar uh, het 5D Dating uh, Platform voor uh, gemaakt. De apps zijn nu klaar, dus je kunt nu ook op je telefoon voor Android, iOS en de, de, de iPhone uh, de 5D Dating App installeren. Hij heeft een mooi uh, icoontje met, het, uh, met de zon en de maan, het yin en yang, Zo mogen we mogen weer allemaal in balans gaan komen. En daar uh, ja, kun je vriendschap vinden en misschien wel liefde, je soulmate of je twin flame, wat je dan ook uh, naar op zoek bent. Maar weet dat uh, ja, de liefde eerst uh, bij jezelf begint. Dus wees gewoon heel lief voor jezelf in deze tijd. Zelfliefde is uh... ja, topprioriteit. Niemand kan jou compleet maken. Niemand kan jou uh, he helen. Dat mag je echt zelf gaan doen. En dus zoek ook niet alle antwoorden buiten jezelf. Maar neem de tijd om naar binnen te gaan. En voel wat bij jou resoneert. Ook mijn video, ook mijn verhaal. En net zoals Elisabeth Eepel dat zegt. Als mijn verhaal niet met je resoneert. Dan zijn er genoeg andere kanalen waar je naar kunt kijken. En ja... Voor mij resoneerde dat verhaal van haar. En uh, daarom wil ik het met je delen, omdat niet iedereen haar volgt en het ook in het Engels is. Maar het is gewoon heel erg belangrijk dat we weten dat we een keuze hebben. Elke dag weer. Ook al lijkt het soms niet, maar we hebben nog steeds een keuze. En hou je vibratie hoog. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag in de vijfde dimensie. Tot snel.